我介绍一下呀。对啊，你把他们介绍一下。Welkom in de hemel. Hier liggen superveel shells, allemaal opgeslagen. Klaar om geëxporteerd te worden. In Frankrijk. Alle soorten, maten, effecten. Wat je kan verzinnen. We zijn hier bij de Shell Factory. Hier worden alle shells gemaakt. Hier zijn ze echt bezig met stars. Hier heb je ook deze bollen staan. Dan doen ze hun handen opleggen. Voor statische energie. Af te geven. Dat ze, als ze met hun handen aan het kruid komen, dat er geen statische vonken overspringen. Is het Crozet? Ja. Crozet effect, ja. Dit is een Crozet. Wat we denken dat ze aan het doen zijn, is dat... Die crozets die worden geperst en er worden stars ingedaan. En die dopjes wat nou erop gaan, die kartonnen dingen, die beschermen zeg maar de stars. Dat ze niet eruit vallen in de lucht. En als je uit elkaar klapt, dan plopt dat open zeg maar. Een crozet effect is ook nooit hard, hè. Je hoort nooit een harde burst. Dat plopt altijd open. En dat zal hier gebeuren. Dus je gebruikt er ook weer minimaal kruid. Er staat een heel klein bakje kruid bij. Je ziet hier ook een nummer op de muur, 152 bijvoorbeeld. Als mocht het fout gaan hier, dan wordt de politie gebeld. En dan geven ze dat nummer door. Hangen hier ook overal camera's, dus iedereen kan meekijken. Als er iets fout gaat, dan zijn ze er heel snel bij. Er staat ook overal water klaar. Althans, emmers water. Misschien ook om schoon te maken, maar... Ja, ze hebben hier dan allemaal huisjes langs elkaar staan. Heel rijtje. Daarachter beginnen ze voor met persen. En dan komen de sterren. En dan komt alles hier naartoe. Hier liggen halve delen bij elkaar. En dan wordt dan een klein beetje karton omheen gedaan. Dat ze wat steviger zijn. En dan worden ze gebonden hier aan deze machine. Oké, en klaar. Volgende. Ondertussen gaat deze de machine in. Je gaat de touwtjes om die andere heen doen. En degenen die klaar zijn, liggen hier in het bakje. Ja. Nou, daar hebben we eentje. Twee. Heb je een aantal machines die dat doen? Daarachter heb je nog eentje. We gaan weer verder kijken. Als je je ooit afvraagt waarom dat er altijd rode kleine cakes zitten en rotjes en zoiets allemaal. Nou, dat is gewoon de kleur van de klei die hier in de grond zit. Hier zie je het overal.
Alles is rood, rood, rood. Allemaal rode klei. We gebruiken gewoon een lokale grondstof. Zo heb je hier allemaal lijntjes. En je hebt hier ook veel veiligheidsvoorschriften waar je aan moet houden. Geen open vuur, geen statische elektriciteit, niet te veel temperatuur. Kijk, niet te veel mensen, explosiegevaar, gewicht, niet te veel gewicht natuurlijk. Geen statische truien, dus heb je aan veel dingen toch wel te houden. 1.1, 1.3, dus dat is toch wel oppassen geblazen. Daarom zijn ze ook erg voorzichtig en kunnen we niet te veel dichtbij filmen. We zijn nu live bij de Shell Factory. Allemaal gaten erin.粘住了，没事儿。这粘住没事儿吧，小张？嗯，这个掰开能用吗？能用，粘可以，它粘，它这漆有点粘。 Chinese testterrein voor de shelves. Allemaal buisjes verschillende maten. Tot 8 inch. Hoppa. Ja, weer een lekker waaiertje. Liggen de buisjes allemaal. Lekker, lekker. Kan nog eens een leuke avond gaan worden.
Dat is een nieuwe. Oh, 不注意它融会这个，哦，你就删了。